We staan bij Anthony Portier. Het is de eerste training vandaag, Anthony, maar jij moet helaas gekwetst toekijken. Ja, gekwetst is een groot woord. Hè. Het is gewoon een operatie gehad. En, ja, het is gewoon 2 weken nu rust nemen en dan zien we wel hoe ver dat we komen. Ja, we hadden vorig jaar een geweldig seizoen. Daarnaast vakantie. Hoe groot is de honger naar de bal nu? Voor mij is het zeker heel groot nu, want ik ben nu eigenlijk nu meedoen met de groep ook al. En ja, ik had eigenlijk al van vorige week zin om te voetballen. Dus als je ook kijkt naar het EK, dan komt de drang om te voetballen natuurlijk hoger. En ja, nu is het jammer dat ik moet aan de kant staan en een weekje nog wachten. De supporters willen uiteraard weten wanneer dat ze jou terug op het veld kunnen zien? Oh, ik hoop volgende week zeker al terug te trainen. Dus ja, zo snel mogelijk eigenlijk. Ik moet vanavond naar de dokter en dan weten we wanneer dat ik terug kan trainen. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen voor het komende seizoen? Want beter doen dan vorig jaar, dat is bijna onmogelijk, zouden we zeggen. Niks is onmogelijk. Hopelijk doen we beter. Maar ik hoop, het is toch bij de eerste acht zeker te zitten. Dus om een mooi seizoen te draaien en tegen de toppers een keer te proberen te stunten. Dat moet toch zeker haalbaar zijn. Zo, de kern is niet zo heel veel veranderd. We zijn er niet veel weg. En de versterking in de plaats, die mag er zijn, denk ik. Ja, oké, maar het transferseizoen is nog niet gesloten. Dus je moet nog altijd voorzichtig zijn met wat je zegt. En kan nog altijd veel veranderen. Maar als je ziet dat de groep nu al zo geheel staat, hoop ik dat ze die groep zo houden en dat ze niet meer veranderen. En dat is het positieve dat je kan opnemen. Dat is heel erg op samenwerken. Oké, bedankt, Anthony. Alsjeblieft.